Nou, anders kunnen we zo, anders gaan we zo even naar de andere plek, naar de, gewoon de beginplek. Oh, nou. Hallo mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Het is weer dinsdag, dus dat betekent een nieuwe cut game. En vandaag gaan we vissen. Ja. Heel snel, ja. We gaan vissen, kom. Heel snel, we gaan vissen. Ik heb, in het echte leven heb ik ook heel veel gevist. Ik vind het heel leuk. Ik vind er niet heel veel aan. Oh ja, dat kan. Ja, ik ben niet echt iemand die vist. Hoe heb jij ver kunnen gooien? Ja, ik zit op andere azen. Oh ja, jij kan heel ver gooien. Ik moet gewoon... Kijk, ik zit op roofvis nu. Dus zoals snoek en baas en zo, weet je wel. En Tijmen zit met een dobbe. Ja. En ja, die is meer op kleine visjes aan het... Ja, hoeft niet. Hoeft niet. Ik zou zeggen, ik heb het geld nog niet voor een betere vishengel. Ja, dat kan ook. Kijk, mijn dobber moet helemaal onder water gaan, toch? Nee. Ah, ik zie hem constant bewegen en alles. Jeet. Ik zit trouwens ook op controle, dus als jullie een beetje slepig... Zo, wat is jouw dobber aan het doen? Ja, dat weet ik ook niet. Kijk, ik kan rechts onderin, zoals jullie zien. Ik heb je hebt vis. Kijk, kan ik heel verder? Ja, mijn lijn is 20 meter lang. Ik hoop dat dat genoeg is. Mijn lijn is 40 meter. Holy shit. En, mijn dobber, dat maar. Ik heb de grootste vis ooit. Echt? Ja, een personal record. Zo, dat is lekker. 105 gram. Wat heb je gevangen? Een blunt nose minnow. Ja. Ah, dus dat is 110 gram inderdaad. Ja. Dat is niet verkeerd hoor. Zeker niet verkeerd, dat is wel best wel zwaar volgens mij. Een tiende van een kilo. Ja, nou ja, dat is... Ja, valt mee. Het is niet licht, maar het is niet zwaar. Oeh, ik ben heel ver nu. Even kijken, ja, even kijken. 32 meter heb ik gegooid. Zo, lekker. En jouw dobber is weer lekker tekeer aan het gaan. Ja, ik weet niet. Oh, heb ik een vis. Oh. Ik heb nog steeds geen vis. Oh. Nou, jij bent niet heel lekker. Ik heb er al 3 gevangen. Ja, weet ik, maar ik zit ook op een heel ander vissoort dan jij. Oh ja, jij hebt waarschijnlijk een grotere visje constant. En ik heb constant kleine visjes. Maar ik vang dus constant dingen achter elkaar. Bal rechts heb je ook zo'n balkje staan. Dat balkje moet niet op het rood komen als je hem, ophaalt. Nee, als je balkje rood is, dan knapt je lijn. Oh, daar gaan we lijn. Haal hem binnen. Ik heb hem. Heb je hem? Oh, wat was dit? Dit is een dikke. Oh, leuk handen. En wat is dit? Oh ja. 22 centimeter. Zo. Dat is bijna zo groot als mijn... Die hoorde je niet, ja? 16 euro, zeker wel. Oh, eigenlijk? Maar je hebt nog geen visje mogen vangen. Nee, zeker niet. Was dat B bij mij? Ah, kijk, hier bij mij. En dit doe ik dan echt met mij. Oké, dan is die weg. Oh, mijn dobber gaf. Oh, mijn dobber gaf heen en weer. Misschien kan ik wat in de winkel kopen qua aas of zo. Oh, dat. Aas. Ah, gaat aan mijn dobber? Gaat mijn dobber daar? Nee, vistuik. Daar heb ik dobber. Oh, je lokaas. Kunststof. Dat is aangeklaagd kon worden. Krenkbeet. Ik heb nog 500 geld. Oh, heb jij nog 500? Ik heb nu nog. Oh, dat kan ik niet zien. Ja, ik heb 500 geld. Ik heb volgens mij nog 800 of zo. Oh kijk, gewoon een lokaas in het algemeen. Oh. Oh, die is helemaal niet zo heel duur. Oh, maar rechtsboven kan je ook zien je dobber hoe die gaat. Ah, nee, dat is nou niet magic. Oh, kijk, oh. Polish on, die is echt... Oh, het is best wel duur eigenlijk. Ja, oh, daar gaan we. Holy shit. Sluit het water gaan we door de vis aangeslagen worden. Ik snap er helemaal niks van. Ik ben niet goed in vissen. Vissen is toch niet zo moeilijk, ja. Maar volgens mij kan het ontiegelijk grote vis, want hij gaat constant helemaal weg. Oh, deze wil ik ook kopen. En die wil ik ook kopen. Oh, maar ze hebben wel 3 sterren. Is dat goed? Nee, dan 3 sterren is niet goed. Ja, dat weet ik. 4 sterren. Nou, hoe hoger de ster, hoe beter neem ik aan. Ja, dat wel, ja. Oh, ik ga die kopen. Oh, ik heb wat gekocht.
Oh, ik heb nu echt bijna geen geld mee. Oh, die had ik al. Of niet? Zo deze. Zo deze. Heel veel andere hengst. Die? Oh jee. Ah shit, die had ik al. Ik heb gewoon $155 denk ik weggegooid. Oeh. Pijnlijk. Was het 155? 195 zelfs. Oh, nog pijnlijker. Ja. Ja, 3 centimeter shit. Ja. Hey, deze is mijn 3 sterren. Oh, maar die is 5 gram. En die is 9 gram. Oh. Oh, ja. Huh? Oh, nee. Pas de baas staat hier. Welkom. Die doe ik wel. Zo. Oké, ik heb nog een ander shitje of een lepeltje erop. Hey. Oh. Bas de baas. Ja, dat zeg ik net, die staat er ook. Aan de overkant staat nog iemand. Ja, dat is die ene die constant vis daar vis vangt op een of andere manier. Oh ja. Nou, anders kunnen we zo, anders gaan we zo even naar de andere plek, naar de, gewoon de beginplek. Oh, nou. Hoppatee. Bewaren. Oh, zo. 150 gram. Weet je hoeveel die mij heeft opgeleverd? Nee. Iets van 125 of zo. 125? Ja, nog een vis. Ja. Hoppatee, binnenhalen. Oh, snel, binnenhalen. Ja, is een snoek. Ik denk een snoekie. Een grassnoek. Ja, ja. Hij is wel klein. Nou, hij is wel lang. Ja, 40 centimeter. Ah, dat is best lang. Ja, ik krijg maar $54. Die mag zo staan. Ja, geld is geld, weet je. Fuck ja, $54 is best veel. Ja, ik wil echt een hele grote, dikke joekel. Ja. Zo'n hele grote moddersnoek. Ja. Die zag er wel heel tof uit. Ja, nog een vis. Oh, deze is wel groter, man. Oh, wacht, maar deze zit volgens mij weer vast, of niet? Oh, ja. Oh, deze is heel groot. Oh. Ah, toch weer 30 gram. Maar hij was nog jong, hè, dus. Ja, het is een jongen. Ja, oké. Okay. Dan kan ik hem bewaren, of niet? Ja, joh. Weet je, 1,5 kilo. Van de 7. Vis! Ja, oh, grote vis. Hele grote vis. Oh, hij gaat alle kanten op. Ja, oh. hele grote vis. Ja? Oh, een snoek. Oké, een grassnoek. Zo. 41 centimeter. Zo. Dat is... Ja, die ga ik bewaren. Die is bijna $60. Zo. Maar de eerste was echt veel waard bij jou. Ja, die was gelijk... Ja, maar dat was een... Ik kan mijn leven net op zich toch zien. Ja, Damien, als ik zo'n vis heb, dan schiet ik hem helemaal omhoog. Goed, kijk wat er gaat gebeuren. Even kijken. Yeah, een grote bekkenbaai zal ik. Dit is bijna 1 kilo. $129 was dat. Zo. Zo. Ja, dat is de vangst van de dag. Dat weet ik nu al. Ja, ik heb ook weet... Oh, nee. Oh, ik heb een hele grote vis. Oh, ik had hem full speed gedaan per ongeluk. Mijn lijn brak bijna. Oeh. Oh, nee, hoeft niet per se groot. Ik heb een hele sterke vis. Ja. Nou, toch een halve kilo. Nou, $60 bijna. Ik heb een vis. Oké, wacht. Oh, jezus. Oh, hier is mijn vis. Ja, ik zag hem. Oei, een nieuw record. Hoppakee. Hé, lekker bezig. Oh, daar gaat hij. Hoppakee. Oh, jezus. Oh, ja. Je bent ook zo trots met je vis dan, hè, gelijk. Ja, ik zie jou staan daar en zo. Ja, oké. En wat is die blij. Groot was die? Huh? Oh, hij was wel klein hoor. Ja, hij was wel klein. Maar ik heb alleen maar kleine visjes gevangen. Ja. Oh, wacht, ik moet even. Oh shit, ik moet even. Ja, ik heb toch nog wel één enige korvis hoor. Gewoon bijna 1 kilo. Die naar beneden schoot. Oh, ik heb weer beet. Ja, gewoon full speed. Oh, pak mij door. Oh, dit is een grote. Nee, je valt wel mee. Nee, volgens mij is het best een grote hè. Dit is een klein snoekje, denk ik. Kijk, zie je. Nou, bijna $50. Hoppa, bewaren we. 3172 kilo, hé. Hey. Je vangt echt een vis la vis.
Sowieso. Ik heb nieuw aas, maar voor mijn gevoel werkt dat al meermaal. Ik zei 3100 kilo. Ik bedoel, 3,1 kilo. Dat niet. Even kijken, als het goed is kan je je leeftijd zien, hè? Ja. Wat kan je zien? Je kan je leeftijd zien. Ja, je visnet. Ja, ja leeftijd. Waar? Oh. Als je op... Ik heb echt 1, 2, 3, 4, 5 bloodnoses, 2 blue grills, 2 zwarte star shiner, 1 gewone shiner, oh, nog 2 zwarte star shiners, 1, 2, 3 zonnebaarsen en nog een witte crappy. Ik heb 3 grassnoeken, 3 jonge grootbekbaarsen en 1 grootbekbaars. Totaal 20 vissen zie ik en ik krijg ongeveer 334 euro voor. Ik heb 439. Ah, nou ja, lekker. Dus, dat is toch nog wel oké, hoor. Zeker, maar mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Te abonneren. En te reageren. Dan tot de volgende keer. Later. Why self-life? We got London on the track.